De historische vereniging Schiedam bestaat dit jaar 45 jaar. Dit zou oorspronkelijk worden gevierd met een jubileumfeest, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Het bestuur heeft nu, in samenwerking met kunstenaar Jacques Tanger, het initiatief genomen voor een uniek herdenkingscadeau. Donderdag werd het eerste exemplaar overhandigd aan wethouder Rüsseler. Waarom heeft u gekozen om het jubileum op deze manier te vieren? Nou, we waren natuurlijk van plan om dat gewoon groots te vieren. 45 jaar is toch wel weer een heel aantal. We zouden het in het Wenneker Museum gaan vieren. Maar in april dachten we nog van nou, misschien kan het nog wel in het najaar. Maar de moed stronk ons steeds meer in de schoenen. En het kan gewoon niet. Het kan niet op een andere manier. Toen hebben we bedacht van nou, laten we dan iets leuks aan de mensen geven, zodat ze zich een beetje verbonden met ons voelen. En toen hebben we dus aan onze eigen kunstenaar Jacques gevraagd van wil je wat moois maken wat wij aan onze leden kunnen geven. Zodat wij zijn natuurlijk toch heel erg blij met onze leden. De meeste van de leden doen gewoon echt wel veel vrijwilligerswerk bij de historische vereniging. Iedereen is veel bezig voor ons. Dus we willen ook wat terug doen. En hebben we op deze manier besloten. Jacques Tang, kunstenaar. U bent gevraagd om een kunstwerk te maken voor de historische vereniging Schiedam. Waarom bent u hiervoor gevraagd? Hoe is de historische vereniging bij u uitgekomen? Nou, dat vraag je wat. Dat heb ik hun nooit gevraagd. Maar ja, ik denk dat ze heel snel aan mij denken, omdat ik vrij bekend ben. Maar ik zou het anders niet weten. 45 jaar historische vereniging Schiedam. Kunt u wat meer vertellen over de afgelopen 45 jaar? Dat is wel een hele tijd geleden dat het is opgericht. Maar het is in het najaar, oktober, is het opgericht. En door een drietal mensen. En ik zal even die namen noemen. Dat is Kees de Geij, Ria Jansen en Frank Geerdes. Die hebben het officieel opgericht 45 jaar geleden. Op dat moment bestond de stad ook 700 jaar. En toen hebben ze bedacht van we gaan de historische vereniging oprichten. Er is heel veel historie hier in Schiedam. En daar sta je eigenlijk van te kijken. Ik woon hier zelf ook pas net. En ik denk van nou, dat had ik helemaal niet verwacht dat hier zoveel historie aanwezig is. Je ziet hier de molens, je ziet de havens. De visserij was er vroeger. Je hebt het kasteel van Aleida natuurlijk. Dus je hebt echt wel veel. Nou, de historische vereniging die is daar een beetje op doorgegaan. En die probeert de monumenten een beetje te behouden. Ze doet stadswandelingen. Ze geeft cursussen over Ken uw stad, kuscursussen. Zo hebben we allerlei activiteiten. Wat helaas dit jaar niet allemaal doorging. Omdat het toch door de coronatijd... hebben we niet heel veel kunnen doen dit jaar. Maar we gaan voor volgend jaar weer volop... aan de gang. U had het net over Schiedams blauw. Kun je daar meer over vertellen? Nou, dat was de grote verrassing, want ik heb wel een historische link met, met de geschiedenis van Schiedam en dat is Schiedams blauw. Ik heb ooit jaren geleden het Schiedams blauw ontwikkeld voor de stad en voor een mooi werk voor de stad. En mijn verbazing was hemelhoog toen ik erachter kwam dat Schiedams blauw al bestond, al 250 jaar. Alleen dat heeft maar heel kort bestaan. Dat was een fabriekje hier in Schiedam aan het eind van de plantage. En dat was opgericht door Arend Klos. En het was een plateelbakker uit Delft. En die nam Delftsblauw mee, maar Delftsblauw mocht niet gemaakt worden. Dus die heeft Schiedamsblauw verzonnen. En Schiedamsblauw, het rare is, dat is met een klein puntje rood. Het is gewoon wat paarsiger. En ik heb hetzelfde ontwikkeld zonder dat ik het wist dat hij dat ooit gedaan had. Dus die historische link is echt heel grappig. Het is alsof de tijd gewoon weer terugkomt. Maar dat fabriekje heeft heel kort bestaan. En ik probeer het langer vol te houden. Dus een voetnoot in de geschiedenis, maar toch wel leuk. En dat heb ik speciaal voor de historische vereniging dan zo'n keramieke schaaltje gemaakt. In Schiedams blauw op het randje van de tafel kan er elk moment afdonderen. En zo is het ook gegaan met de fabriek van Arend Klos. Op het randje, boom, weg.